Yes, boy. Welkom bij de premium review van misschien wel de premium game van PlayStation dit jaar. Was dat jouw Kratos imitatie? Yes, koos. <laughs> wow. Ja, ik heb niet zo'n zo zware stem. <laughs> oh, oh, oh. Ja, maar had Misschien had hem -um toch moeten openen? Ik wil jouw Dark Knight uh, imitatie inderdaad ook wel horen. Ja, dat, ga, dat bewaren we voor een andere keer. Kut. Jammer. Maar welkom, heren. De, ja. de premium game van PlayStation dit jaar? Absoluut. Ja, we hebben toch wel wat uh, leuks gehad uh, dit jaar? Zeker. Maar de most anticipated PlayStation exclusive is natuurlijk God of War Ragnarok. Ja, denk je? Bijna sowieso exclusive. Want ja. want, ik weet niet, voor, voor mijn gevoel was er meer hype. En natuurlijk kan het ook uh, eraan liggen dat we in, uh, in, in Nederland wonen. Maar voor meer hype voor Rise of the Forbidden West. Vooral ook als ik die hele online community zie met al die cosplayers en die helemaal lijp gaan op die wereld. Maar, maar om heel eerlijk te zijn, voor mij is dat ook deze hoor. Ver, we, verreweg we deze. We hebben gezien dat, dat iedereen en, en zijn Moeners Game die is aan de kant gegaan voor God of War dit jaar. Dus het is een lege maand wat ja, dat betreft. Ja, maar het, uh, meer heb je ook niet nodig. Maar goed, aan ons dus. <laughs> om een beetje vooruit te lopen. Dat is de zeker. vraag: aan ons de vraag of dat terecht is dat iedereen bang is weggerend voor deze God of War. Ja, laten we beginnen met wat voor een game het is. het is. Het is eigenlijk dezelfde. Doe ik het te kort als ik zeg dat het praktisch dezelfde game is als God of War 2018? Nee, het nee, is dezelfde game. Ja, het, um, het heeft een, een iets. Nou, de actie is wel iets anders. En we hebben een nieuw verhaal. Maar inderdaad, het lijkt erg op de, de eerder genoemde God of War 2018. Maar de Ragnarok komt eraan. Gaan we spoilen in deze. Nee. review? Nee. nee. Mm, Oké, okay, we gaan niet spoilen, maar we kunnen wel vertellen, toch in een notendop, wat. ...de setup is. Nou, ja, de, ja, de, de, de vorige Tuurlijk. God of War had natuurlijk een... Uh, ...ik weet niet of dat voor het eerst in, in gamegeschiedenis is... ...maar in ieder geval denk ik, er was een soort van... ...after credits scene. Dat Thor ineens aan je deur klopte. En deze game pakt hem eigenlijk net voor dat moment weer op. En uh, Boy die is een aantal jaartjes ouder geworden. Die is geen boy meer, maar een puberboy. En ja, op het moment dat hij aanklopt... En boy, ik, ha ik hang aan je lippen. Boy ga verder. Ja, ze vertellen het zelf gelukkig iets beter <laughs> dan ik het doe. Um, op het moment... Ja, Boy begint eigenlijk gewoon, zoals elke puber dat heeft, die begint vragen te stellen over wa wat Ofwel in... Atreus, even Atreus, voor de, voor de mensen ja. die zoiets hebben wie, Boy, 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 wie is boy, boy, boy? Dat is de zoon van uh, Kratos. Of Loki, hebben we dus gezien in het vorige, vorige deel. Ja. En mm -hmm. daar, ja, hij heeft nu dus vragen. En dus gaan ze, ondanks dat Kratos daar een beetje huiverig voor is, op zoek naar antwoorden. Ja, en dat niet alleen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, Kredos en zo'n lief uh, zich nog de nodige problemen op de hals hebben gehaald. En dat de aardig wat mensen hun bloed wel kunnen drinken. En um, ja, onder meer Freya bijvoorbeeld. Uh, de vrouw die op een gegeven moment, wiens zoon vermoord is door uh, Kredos. Ja. Uh, Balder. Tegen zijn eigen wil in wel. Ja. En um, wat we nu dus uh, zien, is dat Atreus, die we hier uh, in, in beeld zien, die inmiddels in, in Asgard uh, terecht is gekomen om, uh, om redenen die ik niet waar ik niet te veel over zal uitweiden. Maar um, en dit is ook zoiets van, hè? Wat, wat gebeurt hier? <laughs> nou, tot dusver geen spoilers. <laughs> ja. Ja. Nou ja, maar ja, weet je, het is wat het is. Dit uh, is iets voorbij de helft van de game. En. Ja, wat doe je eraan? Weet je wel? Ja, we wisten allemaal wel dat hij natuurlijk uh, iets in zich had. Maar uh, wat dat zou zijn, ja, dat, dat, dat manifesteert zich op een gegeven moment gaandeweg in de game. Maar uh, Atreus heeft zoiets van, ja, het is wel leuk en aardig dat we al een paar jaar in hiding zijn, als het ware. Uh, we, we spelen verstoppertje voor, voor alle mensen die ons moeten hebben. Maar ja, ik wil dat er een eind aan komt. Dus hij gaat op een gegeven moment wat assertiever zijn, uh, puberboy die hij is... Ja. En hier zien we een fantastische toer trouwens. Hoor. Echt. Ja, maar hij lijkt voor geen meter. Ik vind het echt, uh, echt slecht gedaan. <laughs> het, is <een laughs> beetje, het is een beetje zoals die Marvel's Avengers game van uh, Square. Maar op welke Toor moest je dan lijken? Jij wilde dat hij op Marvel's Store leek. Ja, Tuurlijk. ik bedoel, als ze Ragnarok pakken van Marvel. Uh, ik pak ze ook van Marvel Thor, Hij lijkt niet die eens. Die pakken ze van de Noorse mythologie. Grond. Je zit te trollen nu, hè? Oké, oké, oké. Gelukkig maar. Dit is de beste Toor die ik, maar, uh, die ik heb, heb gezien in al die jaren. Man. Maar waar, waar, het eigenlijk, waar het vorige deel is dus mee eindigde... Dat was dus die prophecy eigenlijk van, uh, van deze jongen. Ja. En de vraag is nu: of het grote thema van deze game. De, dat is je lot. Kan je dat ontsnappen? Dat is eigenlijk het vraagstuk waar deze game. Meespeelt. Dat hebben we natuurlijk in heel veel media en in mythologie vooral al, al vaker zien, voorbij zien komen. Mm -hmm. Maar laten we dan bij het verhaal beginnen. Volgens mij wordt dat hier wel echt meesterlijk uitgewerkt. Ja, ik vind, ik vind het vooral heel vet dat, uh, dat de Time Jump, want uh, Atreus, die, 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 die vond ik eigenlijk in de eerste God of War. Tuurlijk, het verhaal draait om hem. Mm -hmm. En het is een mooi vader-zoon verhaal en, en, en een mooie ontdekkingsreis ook. Maar hier, vooral deze Time Jump, hij is wat ouder. Je ziet. Echt die hele specifieke en wij, wij zullen dat ongetwijfeld allemaal ook gehad hebben. Wanneer je op een puberleeftijd begint te komen. Begin je. Um ja, je, niet af te zetten ten opzichte van je vader. Dat is wel wat opstandiger. Ja, zeker. opstandiger. Je denkt het beter te weten. Maar dat en, was hij in deel 1 ook al hoor. Ja, maar nu pakt hij wel echt de leiding af en toe. En, ah. en dan heeft hij zoiets van: Ja, pa, sorry, je bent een oud. Ja, wa, niet een watje. Maar uh, we, we, moeten, we moeten het initiatief gaan nemen. En, en we moeten gewoon uh, erop uittrekken. Terwijl kredels juist uh, ja, ervaren is, rustiger is. En die dynamiek, ik vind dat hier eigenlijk nog beter werkt dan als in de eerste. Ja, dat klopt wel. Um, in het eerste deel was hij echt onuitstaanbaar. Echt ja. een verschrikkelijk kut Niemand mocht hem. Wel expres. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. En dat is dan ook wel weer het mooie eraan. Weet je wel. Dan heb je het goed gedaan als uh, regisseur zijn, als scriptschrijver en dergelijke. Als, als gamemaker. Center stu studio's is met, het eerste deel met vlag en wimpel geslagen toen. Ja. Op uh, bijna alle fronten. Um, en het is mooi om te zien dat hij nu die groei doormaakt. Ik, ik las ook uh, van de week dat de voice actor van hem, die hebben ze ook regelmatig moeten uh, die digitaal moeten aanpassen, want daar Met waar klinken natuurlijk. Ja, want ja. tijdens het opnameproces ging die ook steeds lager klinken, kreeg hij de, de baat in de keel, dus dat is ook mooi om te zien, dat dat, ja, dat die groei ook uh, hier heel erg duidelijk uh, naar voren komt, uh, als Atreus de, de, de puberende guy, weet je wel. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, gaat hij ook zichzelf afvragen van, oké, okay, hoe side am I on? Uh, en, en naar wie ga ik loyaal zijn? En vraagstukken die allemaal op een toffe manier verteld worden. En um, ja, niet alleen het, het verhaal de, de moeizame relatie tussen Kratos en zijn zoon. Maar er komen natuurlijk veel meer uh, vraagstukken en kwesties vanuit het vorige deel. Ja. ja, want het, hij is natuurlijk uh, wat is hij, half god, half giant in principe. Um, en ja. Veel verschillende facties komen nu ook weer in dit deel samen. Facties die het flink met elkaar aan de stok hebben. En we krijgen goden onderling die uh, met elkaar gaan bieven. Uh, giants die ook een uh, duit in het zakje doen. En uh, nog, nog ja, heel wat meer. En ja, dan ga je op een gegeven moment in dit 20 tot 30 misschien wel. 50 uiteindelijk durende uh, uh, uur durende avontuur. Het hangt er maar vanaf hoe, uh, hoe groot jouw uh, completionist hard is. Ik wou net zeggen, dat bepaal je helemaal zelf. En, 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 en ik, vind dat echt, uh, ik vind het echt heel goed gedaan. Want ten eerste, God of War uit 2018, dat was uh, naar mijn mening was dat perfect. Mm -hmm. dat, dat was uh, cinematisch, maar dat was ook qua gameplay, alles was tot in de puntjes uitgevoerd. En uh, heel erg tof. En deze game is hetzelfde. Alleen alles is groter, beter, diverser. Uh, de sidequests zijn toffer, wat mij betreft. Uh, daar zitten nu ook wel echt wat toffere verhalen ook in. Um, het is gewoon in alle, in alle opzichten is het groter. Het is mooier. Nou, ik vond, ik vond wel bij de 2018-versie... ...toen kwamen we natuurlijk van... ...nou, volgens mij kwamen er ook nog wat delen tussen... ...maar vanuit God of War 3... ...dat was qua gameplay wel echt iets anders. Dat ja. was veel meer hack-and-slash. Gaat deze game voor mijn gevoel iets meer net terug... ...doordat je vanaf het begin ook al die, die, die blades hebt. Um, maar God of War 3 was echt qua verhaal... ...ook de, de het ene gigantische monster na het andere. En de vorige God of War had ik het gevoel... ...dat je, je had heel vaak dezelfde vijanden... ...waar je keer op keer maar ja, tegen kreeg. die fucking troll en die, met de totempaal. Ja, en die, die grootsheid die miste je in dat vorm. Deel, als je het vergelijkt met God of War 3 bijvoorbeeld. En eigenlijk alles wat daar voorkwam. wel. Je hebt dat hier nog steeds wel een beetje het gevoel dat ik denk: oh weer ja, deze vijand, heel veel meer Maar het is wel veel uitgebreider inderdaad. Er is meer variatie nu in vijanden. Uh, qua grootsheid en grote van uh, de gebieden, het zijn er een stuk of acht in totaal die je kunt betreden. Uh, is het, heeft het aan linieën. Uh, het is nog steeds redelijk lineair. Je kunt ja. ook in dit geval waar weer redelijk wat uh, side missions doen en dat je even van het geëikte pad afwijkt, en dan kom je in een gebied oh wacht even en dan heb je daar een side mission side mission wat je al aangaf die nu wat meer uh, body, body hebben, body hebben. Ja. die die verhalen met zich meedragen. Waar, waarbij je echt, wel je van oké, okay, dit voegt echt iets toe weet je wel, aan, aan het complete, uh, over, aan, uh, ja, aan het overkoepelende verhaal. Ik, ik, ik vond dit een heel mooi moment. Het is het vrij, dit is eigenlijk het begin van die game ook. Die, die emotie die ze overbrengen door die, die babybeertjes, die natuurlijk ook weer heel erg lijken op, op, hetgeen, wat, nou, op, op hemzelf. Um, maar wat, wat vond jullie van die wereld als je het hebt over dat verhaal? Want ik had het gevoel, 2018 was best wel leeg eigenlijk. Als je, nu had ik op een gegeven moment, heb je op het begin al een sidequest... dat je dwergen moet gaan helpen. Ja. Dan is het hele dorp bang voor je. Dus dan zie je wel die dwergen naar binnen toe rennen. Dat is al meer levendigheid dan dat ik gewend ben van het vorige deel. Maar het is alsnog wel... Nou, ik ben vooral blijer dat die qua omgevingen gewoon heel veel diverser is. Want ja. kijk, God of War uh, 2018 is prachtig... maar het is eigenlijk allemaal het, hetzelfde... totdat je op een gegeven moment in die bergen uh, komt... Dan, dan ziet het er iets anders uit. Maar het is allemaal eigenlijk vrijwel dezelfde locatie. Uh, op op Elf en, uh, Elf en realm na. En hier, weet je, je, je hebt woestijn, je hebt jungle. Je hebt ook nog steeds uh, sneeuw. Je hebt van alles wat, waardoor het toch iets, iets gevarieerder aanvoelt. En dat, dat is wel een goed ding, denk ik. Al vond ik niet alle omgevingen even indrukwekkend. Uh, ik vond met name de, 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 die, die, die desertachtige gebieden... Ik vond het een... Niet die niet echt een next-gen feel hebben waar nee, ja, is... latere gebieden bijvoorbeeld. Hè, je hebt het over die, die jungle dat jungle-achtige gebied en ook Asgard op een gegeven moment, qua architectuur echt heel karakteristiek. Uh, dat miste ik eigenlijk in, het eerste hel in de eerste helft van de game een beetje. Het was, het was niet super indrukwekkend. Het sneeuwgebied, het, het zandige gebied. Uh, daar had ik misschien iets meer detail, iets meer leven willen zien. En ik, dat, later werd dat wel rechtgetrokken. In ik de ik game. denk dat het ermee te maken heeft dat het uh, in de basis gewoon een PlayStation 4 game is. Dat, dat hebben developers ook gezegd. We, we, we zijn echt gegaan voor een, uh, een zo mooi mogelijke PlayStation 4 versie, die echt alles uit de PlayStation 4 trekt. En dan gooien we nog wat extra grafische toeters en bellen op de PlayStation 5-versie. Hoge resolutie, hoge FPS, noem het allemaal maar op. Maar in de basis is het dus ook een PlayStation 4-game... met alle limitaties van dien van een PlayStation 4-game. En ik denk dat je dat in dat geval een beetje terugziet in de omgevingen. Ja. Hebben jullie beelden van die PlayStation 4-versie gezien? Is dat... Hij ziet er prachtig uit. Ja, uh, ja, ja de, de PlayStation 4-versie. Eigenlijk, als je ze naast elkaar legt... Um, uh, ja, je ziet niet per se dat het een generatieverschil is... maar dat komt meer doordat de PlayStation 4-versie... Echt zo heel erg mooi is ja. en uh, ja, hij draait wel op 30 fps. Weet je wel, uh, je, kan hem, uh, je kan hem in de pro, uh, kan je hem de performance mode zetten, maar dat, dat is geen uh, steady 60 fps of wat dan ook. En um, dan of, althans, je kan hem uh, uncapped laten, maar dat ja, dat, dat wil je niet. Uh, maar het, het eigenlijk het enige grote verschil wat je echt ziet is, uh, is textures zijn dan wat minder en, uh, en de resolutie is wat minder. Maar ja. voor de rest. Zien ze vrijwel identiek eruit? En dat, dat is wel heel knap no, natuurlijk. Want, weet je, de PlayStation 4-versie is prachtig. Maar ook de PlayStation 5-versie ziet er nog steeds echt smullen uit. Ja, zeker weten. Uh, maar jij had het dan over uh, dat zo'n beetje alles in deze game bigger and more beautiful and better is. Mm -hmm. Daar ga ik uh, ten dele in mee. Oké. Okay. Um, Waar heb je dat niet? Laat ik het zo zeggen. Nou kijk, de uh, God of War uh, zoals we die nu kennen is uh, Combat uh, Exploration in mindere mate. Nee, nee zeker. En puzzels. Ja. Uh, en dat... het is eigenlijk een riedeltje wat constant uh, langskomt. Ja. Exploration, Combat Puzzle. Exploration, Combat Puzzle. Tomb Raider. Nog een puzzel. En, en ja. eigenlijk zijn die puzzels dan ook nog de Exploration. Ja, die maakt het deel uit van de Exploration. Want je hebt ook weer nu weer met die C, F R. En dan moet je drie van die altaartjes moet je dan vinden, moet je tegenaan knallen, bijvoorbeeld of zo. Of je moet daar een vuren laten ontstaan. Wat we eigenlijk ook allemaal al in het vorige deel hebben gezien. Op een gegeven moment. In het begin is het leuk. Ook dit met een je die waterraden. Dat je dan het water moet bevriezen om zo verder te kunnen komen. Dat is in het begin leuk. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van oké. Slow down on de puzzles, want het zijn er wel erg veel, vrij kort op elkaar. Daar waar ik gewoon toch mijn combat fix vooral wil hebben. Weet je vind. waar me dat aan doet denken? Nou? Alsof het een beetje een, een, een ouderwetse, en dan een beetje Nintendo 64 per Gamecube-tijdperk, Zelda-dungeon is. Weet je, soms kom je in bepaalde gebieden inderdaad... en dan, dan zijn er hele, heel veel grote contraptions... en dan moet je of naar boven inderdaad, zoals hier of wat dan ook... en dan ben je alleen maar aan het zoeken hoe je al die dingen aan elkaar kan schakelen. Be hè? En dan, dan heb je hem. Behalve dat ik wel vind dat je in dat soort games... had ik toch een groter gevoel voor vrijheid. Want hier zit je toch ja, ja, de limitation van dat je niet een springknop hebt... maar alleen kan springen als die game aangeeft dat je mag springen. Of dat je... Maar Zelda heeft ook geen springknop, dat hoeft geen probleem te zijn. Nee, maar je, ja, het, het voelt wel alsof je meer kanten op kan... Ja, ja. Ik dan is gek dat die nee. game vrij. Bepaard. Ik snap wat je bedoelt is, hoor. Maar. Ja. Dus da daar ja, hebben we dan, want we hadden het net over. Dit is een game gemaakt voor de PlayStation 4. Ja. Is daarmee deze gameplay ook iets verouderd? Mm. Nou, ik, ik, ik vind persoonlijk. Uh, deels wel. Ja. Uh, nou, kijk, de, ze hebben de formule hervonden, als het ware. Met de God of War uit 2018. Mm -hmm hebben een, een benchmark neergezet daar. Ze hebben een lat al meteen hoog gelegd. En tuurlijk, tuurlijk als je een tweede deel maakt... vier jaar na uh, de release van, van, van die classic... ik snap het wel dat je dan niet heel veel van dat geëikte pad afwijkt. Weet je wel? en uh, dat, je die, uh, dat je niet gaat lopen kutten aan die formule. Je gaat hem gewoon wat uitbreiden... Precies, door ja. uh, wat combat mechanics toe te voegen... een extra wapen toe te voegen bijvoorbeeld. Uh, meer uh, de co-op functie van, van een sidekick... Uh, erbij te betrekken van verschillende sidekicks... Maar de puzzels zijn voor een groot deel nog steeds hetzelfde. En daar had ik iets meer um, variatie willen zien. En ze hadden iets verder uit elkaar ja. mogen zitten, zo nu en dan. Want uh, gegeven, als ik na een uur of acht spelen. zoiets van: oké, okay, nou is het wel even leuk geweest met die puzzels. Ik wil iets meer combat. Want het probleem met die puzzels is dat ze het tempo gewoon ook. Te veel ja, en, uit de en game. En dat is halen. inderdaad iedere keer ook moet weer water bevriezen. En dan moet je een hele lange tijd water bevriezen tot ze iets nieuws hebben bedacht. En dan moet je dat tien keer doen. Wat ik wel nou, vind. Het is ik iets, vind is iets, voor... iets, iets te overduidelijk inderdaad ja. wat je moet doen. Maar ik vind als je dat bijvoorbeeld vergelijkt. Net over, als je met, met bijvoorbeeld al een Uncharted of een Horizon. Ook al zijn dat nog wel andere games. Bijvoorbeeld een Uncharted. Ondanks dat het ook een hele lineaire, jezus, lineaire game is. Mm -hmm. Vind ik wel dat het klimmen en klauteren daarin bijvoorbeeld veel vrijer voelt. Je hebt als. Is het maar omdat je drie verschillende routes hebt. Nou, en hier is het toch wel. Je moet zelfs. Je kan zelfs niet op rondje drukken totdat je het volgende plekje hebt gevonden waar je weer een rondje naartoe kan drukken. Terwijl ik, duidelijk ik, is het. Ik, ik zou naar niet zeggen dan. dat het per se vrijer is. Want ik, ik denk juist. Een Gevoel noem, van vrijheid. Nou, nou ook niet. Want, want als je Uncharted speelt, dat voelt ook een beetje heel erg zoals dit. Ik heb bijvoorbeeld, uh, hoe heet die, die spin-off nou van Uncharted? De... de Lost Legacy? Lost Legacy, denk ik. Volgens Zo iets. Was en die, een die is. Uh, die, die, breekt die, ja, die breekt het echt ja. open. Die wijkt echt af van, uh, van het hele uh, lineaire geval van de normale Uncharted games. En die doet echt iets nieuws. En dan merk je al wel gelijk: oh, bepaalde set pieces zijn uh, minder heftig in beeld gebracht. Of bepaalde mechanics en puzzels die werken veel simpeler omdat ja je in een veel minder strak geregisseerde omgeving zit, weet je wel. En hier zit je dus in een hele strak geregisseerde omgeving. En dan vind ik ook wel, uh, ben ik met jou eens, dat je af en toe wel iets vernuftiger mag zijn met je, uh, je puzzels. Het is wel heel strak geregisseerd. Ik had op, op een gegeven moment het idee van: oké, okay, ik zit nu gewoon in een Pirates of the Caribbean. En echt ja. een minuut later zat ik ook letterlijk echt zo met mijn zoontje in een bootje zo op een traject. Het was een soort van wildwaterbaan. Um, die combat, hè? Ja. Um, wat vinden jullie daarvan als je het vergelijkt met 2018? Want ik zei net al, je hebt nu op, in 2018 kreeg je op een gegeven moment kreeg je, je Blades. Hoe heet het? Ja. Blades of Hell de Blades of War. Geen idee hoe ze eigenlijk heten. Geen idee. Maar, um, maar dat, dat kreeg je toen niet. als een soort van... Haha, je mag eindelijk weer als de echte God of maar War terug. Echt op het einde. Ja, 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 ja maar ja. dus je hebt die ja. hele, hele game was met die bel. En daardoor was het veel minder echt een hack en slasher. Nu is die, is, zijn die Blades weer terug. Mm -hmm. um, vinden jullie dat een goed ding? Ja man, want vooral uh, wat deze combat meer doet ten opzichte van, uh, vanuit de 2018 versie, is het combineren van elementen uh, die je moet gebruiken. Je hebt natuurlijk de Leviathan Axe, die, uh, die heeft bijvoorbeeld uh, frosting power en uh, die blades die hebben juist weer uh, vuurpower. En je moet ze veel vaker uh, upwinden, zoals ze dat zelf noemen, of, of chargen voordat je ze gebruikt in, in bepaalde combat omgevingen. En dat kan af en toe best wel tot hele chaotische momenten uh, ja, kan dat opleveren. Maar dat is, naar mijn mening, alleen maar vetter. Want het maakt die komt iets uitdagender dan bijvoorbeeld uh, de voorgaande. Ja, het gaat nu ook wel wat uh, in, intuïtiever. Uh, je moet gewoon bijvoorbeeld even driehoekje indrukken, dan, dan lood je die die axe die bijvoorbeeld op, met, met frost... en uh, hetzelfde geldt voor die, voor die blades. Als je dan als dan je, moet je mashen. Ja, even een paar keer intikken... En, dan ja. hoe, hoe, en dat kun je dan weer verder uitbreiden natuurlijk... want er zit natuurlijk wel weer een RPG-elementje in... Met, eh, met het levelen van, van je skills... maar ook je abilities en dergelijke... die kun je dan allemaal uh, uitbreiden. Um, redelijk uitgebreid. Voor alle wapens en, um, en armor geldt wel... dat er uh, iets up-to-grade valt... en ook uh, attachments en, 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 en abilities en dergelijke... Um, Weet je wat ik het fijne vind van, van, van hoe je hier kan uh, upgraden? Kijk, hier heb je natuurlijk skill trees. Uh, hier zie je het in het geval van Atreus. Maar uh, je kan dan natuurlijk ook je eigen skill tree uh, kan je doen. En dat heb je dan voor verschillende wapens. Vervolgens kan je je armor kan je craften en customizen. En het, het is niet level gating, zoals we bij sommige uh, games natuurlijk zien... die ook in een bepaalde open wereld leven... Uh, nee, hier is het wel echt gewoon. Je kan die shit aanpassen op je eigen speelstijl. En echt specifiek voor een bepaalde beeld gaan. Je kan bijvoorbeeld echt puur strength gaan. Of juist, uh, juist meer uh, defense of wat dan ook. En juist die verschillende manieren van samenspelen. Dan da voelt het tenminste in ieder geval dat je ergens voor speelt. En dat je het naar eigen uh, mening kan invullen. In plaats van dat je maar gewoon een, een laddertje afgaat. Overigens vind ik wel uh, de menustructuur een beetje onoverzichtelijk. Een beetje... Het, ja. uh, sommige menus worden echt helemaal volgepropt met een heleboel shit. Dat ik denk van, joh, dat mag even iets overzichtelijker. Uh, zeker bij die, uh, bij die armor en de weapons en zo. Ik denk, waar moet ik nou naar kijken, man? En het is... Ja, want je hebt dan per laag, dus je hebt bijvoorbeeld je, je, je rok-armor en je borst-armor. En die hebben dan inderdaad ook weer per alle punten waar je iets kan doen. Dus de runes, de, weet ik veel wat allemaal. Ja. Inderdaad. Dat de... vinden we nu niet heel chill. Nee, inderdaad. Nee. En om een of andere reden, het ziet er ook uit als een, als een mobile game of zo. <laughs> ik weet niet wat de fuck nee, het is, man. Je kan gelukkig wel gewoon op auto uh, doen. Dat je gewoon het beste wat je hebt op dat moment... Uh, ...aan je uitdeelt. Ja, dan kan je het ook nog voor een bepaalde uh, beeld voor ja. kiezen en dat heb je sowieso wel dat soort dingen, want ik had op het begin tijdens het gevecht de hele tijd dat ik dacht, oké, okay, er ligt hier leven, maar het lukt me maar niet om het op te pakken, want je moet best wel op een specifiek punt staan om dan op rondje ja. te drukken en het leven daadwerkelijk te krijgen. Dat... Ja, vooral in bosbattles battles komt het af en toe. Uh, ja, dus, uh, dus toen heb ik, ik heb vrij snel auto pickup aangezet en dan, dan is dat ja. probleem weg, want ik, ik vond dat gewoon ja eigenlijk slecht werken. Misschien is het expres dat het, het lastiger maakt, dat weet ik niet, maar mm. ik, ik had echt zoiets van, oké, okay, ik zag het zou dat zou niet dat zo moeten zijn. Nee, dus dat uh, en dat ja dat die game geeft je op zich wel al die handvatten. Als het nodig is, ja, de, de hoe, hoe noem je dat ook weer? De accessibility options zijn, ik bedoel, daar is Sony wel echt heel erg goed in, want die zijn ook dit keer weer extreem uitgebreid. Of het dan gaat om de, de taalopties en de kleuren en dergelijke die je kunt toepassen, of wat je al zegt: het, het automatisch oppikken, het, het zit er allemaal weer in en dus ja weet je of je nou op easy speelt of normal of op hard uh, of op extremely hard de, de God is voor, mode. ja er is voor iedereen wel wat wil's en uh, er kan heel veel aangepast worden en dat is altijd wel prettig bij dit soort games je had het net al even over de, de um, exploration ja um, ik moet zeggen dat vind ik een van de leukere dingen uh, terwijl ik deze games speel want ik heb vorige God of War die heb ik echt uh, in één ruk uitgespeeld toen ook voor de review en, uh, en, en hoe heet het? Die ben ik later opnieuw gaan spelen. Uh, omdat ik een Steam Deck had en ik had hem op de PC. Nou, dat is een mm -hmm. mooie reden om die gewoon nog een keer te spelen. Nou, omdat je dan het verhaal hebt gespeeld, weet je wel. Dan neem je even je tijd. En, en daar, daar vond ik het al best wel nice. En hier vind ik het eigenlijk, eigenlijk nog beter. Want Exploration is leuk. En het ding is niet zozeer. Uh, niet rewarding. Niet rewarding. Nee, absoluut niet. Of, want ja, weet je, dan krijg je voor de zoveelste keer. Krijg je zilver en noem het allemaal op. En dat is fijn. Maar ik bedoel, het is leuk om. om uh, want je komt in een bepaald gebied. En je ziet natuurlijk waar je al naartoe moet. Maar dan denk je. Oeh, ben benieuwd wat hier links is. En weet je, er zijn altijd wel leuke dingetjes te ontdekken en te zien. En de, want de omgevingen zijn af en toe ook best wel mooi. En uh, ja, de, voor mij was exploration uh, echt, echt heel erg leuk. Ja. Ja. Nou, voor mij staat altijd bij een God of War game de uh, action centraal, de combat. En ik bedoel, je begint. Met de ex, dan komt op een gegeven moment er komen die blades erbij later in de game. Krijg je ook nog een ander wapen tot je beschikking, die wat meer uh, ook gewoon wat, wat, voor wat meer afstand zorgt tussen jou en de vijand. De omgevingen die uh, die stellen je veel meer in staat dan het eerste deel om uh, om daar gebruik van te maken tijdens combat. Ja, ook wel. Maar wat mij dan wel weer een beetje tegenstaat in de combat, en dat was in, 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 in het eerste deel ook al in uh, bepaalde mate zo. Het feit dat je camera vrij kort zit op uh, uh, Kratos ja. uh, en ook met vijanden die bijvoorbeeld wanneer van achter komen, dan wordt dat gemarkt door ja. rode pijltjes. Ik vind hier, zie je het ook. Ja, een beetje, ja. maar, maar ik vind dat niet helemaal meer van deze tijd. Weet je, ik, ik wil wat meer overzicht kunnen behouden en dan niet die rode pijltjes hoeven zien. En als je mij als je probeert een soort van gevoel van immersiveness uh, uh, weet je wel toe te passen, ja, want dan wil ik niet bijvoorbeeld dit soort gele cirkeltjes zien bij uh, nee. vijanden. Want ik snap het wel, maar dat, dat maakt het weer zo gamey. Weet je wel? Wel. Want verder doen ze wel een Birdman. Ik weet eigenlijk niet of ze dat 2018 versie. Kan ik kan me niet herinneren of mm. dat ook al zo was. Dat ze een Birdman deden. Want eigenlijk alles is één shot. Het gaat in één stuk. Ja, door. Ja, nee, nee, kijk, dat, dat deden ze daar ook. Um, en dat is het hele ding. Ik moet ook zeggen van die, die cameravoering. Ik ben er ook geen fan van. Ik snap waarvoor, waar, waarom ze daarvoor hebben gekozen. Want het is heel cinematisch. Maar ja, ik weet niet. Ook als je gewoon, gewoon uh, de wereld door aan het lopen bent. Wat je gewoon veel aan het doen bent ook. Mm -hmm. Ik vind het zo stroefjes daar de ogen. Ja. Weet je, hij zit vast links een beetje onder je hoek. Het is... Maar ik heb wel het gevoel dat het, dat het bij die, bij die bel... en dat, dat was natuurlijk het overgrote deel van die vorige game... was je met die bel, dat het daar meer sens maakt... dan nu je ook je blades hebt... waarbij je veel closer uh, de combat aan het voeren bent eigenlijk. Want het, het is wel fijn als je die afstand inderdaad pakt... om met die bel te gooien. Ja. Daarvoor vond ik het wel werken. Nu ben je vanaf het begin eigenlijk aan het combineren... en dan snap ik inderdaad ook niet zo goed... Waarom ze die keuze hebben gemaakt. Ik heb dat ook een beetje met. Want ik vind het eigenlijk een vrij negatieve review. Want ik wilde weer een puntje. Vind je een negatieve review? Nou, dat niet zo positief als het, als, het, als, het, als het overal. Uh, de tienen die ik overal voorbij om mijn oren kwamen vliegen. Ik heb het het ook is bijvoorbeeld voor mij zeker zo'n type game hoor. Als je het over oude wets hebt namelijk, dat ik toch dat ik het lastig vind dat ik op het ene moment toor door de lucht aan het slaan ben en een minuut later gestopt wordt omdat er een huifkar in de weg staat. Ik vind dat soort... En het, dan heb je het weer over wat Skate zegt met de immersiveness van een rood pijltje in beeld. Ja. Dat haalt mij er ook meteen uit. Oh, ik denk, mij niet. Nee? Ja. nee? nee ja, dit, dit, ik, ik vind het juist vet dat het... Want mijn probleem met veel van die Sony games is, is dat het niet gamey genoeg is. Weet je wel? Want, want Sony is echt heer en meester in fantastische Cinematische uh, verhalen uh, vertellen met prachtige graphics. Dat, dat, dat hebben ze bijna allemaal hun IP's. Voor mij schort het juist vaak aan de gameplay. En dat, dat is, bij deze game is dat juist heel erg lekker. Ik bedoel, puzzels, weet je, tuurlijk, ze kunnen beter. Maar ze zijn gewoon, wat mij betreft, leuk om te doen. Combat is fucking fantastisch. Exploration is leuk. Dus ook de gameplay is leuk. En, en dat maakt deze game, naar mijn mening, zo, uh, zo perfect in zijn uitvoering. Wat 2018 ook was. Bijna alles wat het doet, doet het goed. Het is nergens waar, waar ze echt grote steken laten vallen of iets dergelijks. Ik vind wel de shield, het gebruik van de shield. Ik, ik heb hem heel lang te weinig gebruikt. En de, ja, dat, dat was dom. Maar de shield is toch behoorlijk overpowered. Als je, als je de, de high-risk high-reward shield hebt, ja. heb je die? Ja, die heb ik. Ja, ja, ja. ja maar zelfs dan is de, vind ik de window zeg maar, van het parryen... vind ik echt zeer royaal. Hoor. en ik, ik heb hem dan op normal gespeeld. Misschien dat als ik hem op de hoge moeilijkheidsgraad speel... dat, dat, dat die wel, window ja. of opportunity dan kleiner is... en dat hij dan uh, niet parry... Maar het kan regelmatig voor, want als dat gele cirkeltje ontstaat bijvoorbeeld... dan, dan, dan is het nog te parryen bijvoorbeeld, weet je wel. Nou, op het juiste moment... Die shield omhoog. En dan zijn ze stunt. En dan zijn ze even stunt. Het kwam regelmatig voor dat ik iets te vroeg het indrukte, voor mijn gevoel. En vervolgens nog een keer drukte. En dat hij toen alsnog parriede. Dat, dat zou niet moeten mogen eigenlijk, ja, weet je wel. Ja, nee, dat, wat je zegt, dat heb ik ook wel een paar keer gehad inderdaad. Ja. In de chaos of zo, de, de, de mesh toevallig een paar keer. En dan, hé, hey, hij, doet, hij doet hem toch. Daar mogen ze wel iets mee afstraffen. Verder moet ik wel zeggen dat de, de, de combat en het combineren van de verschillende wapens... en eh, alles wat jij unlocked hebt en dergelijke. Weet je. Ik heb bijvoorbeeld echt mijn, uh, mijn cradles met de, ammo, of de, 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 de armor en de abilities en dergelijke, noem het maar op, de runes die je, die je kunt gebruiken in je ex bijvoorbeeld. Ik heb echt een stun, een stun baas gemaakt als mm -hmm. het ware. Je kunt ook voor status gaan bijvoorbeeld, hè? dan het frost gebeuren of het vuur gebeuren. Maar, en om dan vervolgens alles te combineren zo, at the drop of a dime, gewoon je, dan weer ben je aan het hakken met je, met je ex. En vervolgens even uh, die pad naar links. En je switcht gewoon meteen naar je, uh, naar je uh, blades, weet je wel. En, en... Als, je, als je eenmaal alle unlocks hebt vrijgespeeld van, van de wapens. Het is bijna poëzie hoe je al die shit aan elkaar ja, kan rijgen. Maar het reizen. is wel. Ja, ik wou net zeggen. En dat is waarvoor je het wilde En weet je welke game dat ook deed? Ghost of Tsushima. Ja, Die was zeker. daar ook echt uitstekend in. Zeker. En de eerste keer dat ik met die blades, even, je hebt van die kleinere uh, krillen crawlers, zeg maar. <laughs> en dat je, die zo, dat je hem zo greep en dat je hem naar je handen toe en dat je hem echt zo close of zo in elkaar zag drukken en uit elkaar zag spla splashen. Ik weet echt niet wat me gebeurde. het ja, is ook gewoon de truc om, om, om gewoon zo lang mogelijk hoog te houden met al die gasten, weet je? Ja, nee ik vind, ik vind wat dat betreft die comment wel. Dit houdt je langer uh, erbij dan dat de vorige dat deed. Dat is wel veel creatiever. Volgens mij was, zat dat schild in die eerste. Dat ja, speelde nee, wel zeker. anders voor me. Het speelde ook zeker anders. Dus ja, dat, dat ja. klopt. Um, ja, Potverdorie. Ja, je, je lopen we ineens uh, vast. Nou, voor mij was het in ieder geval nou. belangrijk dat ik de, de, de kritische puntjes alvast even out of the way had zeg maar. Want ik, ik, ik had ze. En ik heb ik bedoel, er zijn er nog steeds al een paar. Dat dat, dat fucking rotsklimmen. Ah, oh, fuck off man, ja. weet je wel? It's, it's niet, it's nou, het is niet waarom? Ik vind het leuk wanneer uh, Atreus bijvoorbeeld die immense uh, die immense rotspartij beklimt in, in Asgard. Omdat dat gewoon een, een integraal is. Ja. onderdeel is van Asgard, weet je wel. Maar. Niet in elk fucking gebied. Oh ja, oh, dan moet ik weer helemaal omhoog klimmen. Maar het is ook daarbij. traag en onnodig. En je doet eigenlijk ja. niks behalve omhoog drukken. Ik heb sowieso het gevoel dat deze game weer veel meer. Zoals de oude. Dat is wel echt een. Voor mijn gevoel is dat ook wel echt een God of War, Dat, dat ik, quick... ik heb de oude niet gespeeld over. Oké, okay, okay, nou, nou, maar zeg, voor mij in mijn herinnering. En dat klopt vast uh, geschiedenis-wise niet. Maar voor mij is dat de eerste keer dat, dat die epische quicktime events in een game waren. Dat je zo'n monster had en dat, het, dat je lekker met het vechten was. En dan op het einde maak je hem op een epische Dat is Zeker manier niet af. de eerste keer. Maar misschien wel de eerste keer dat het episch was. Was. Nou ja, dat in <laughs> ieder geval, en ik heb voor mijn gevoel zit dat hier ook weer veel meer in dan dat het in de 2018 versie zat. Ja, maar omdat je veel grote paletten aan vijanden hebt, en en dat was wel een beetje het probleem van de 2018 versie. Ja, je wilde gewoon meer over de top bazen, meer subbosses en, en dergelijke, wat je zei. Van ja, elke keer als een subboss kwam, het was of een Valkyrie of een fucking uh, troll met een totempaal. Dat was het wel een beetje, ja. weet je wel. En nu, nu heb je dat in ieder geval veel meer. Ja. Ik moet zeggen, de movement van al die vooral die subbosses... Heel erg indrukwekkend ofzo. Ik bedoel, ze zijn vrijwel allemaal identiek uh, aan elkaar, wat dat betreft. En uh, je kan ze allemaal ook wel redelijk makkelijk op dezelfde manier verslaan. Nou, ik moet wel zeggen dat de grote, de echte grote vijanden zijn wel echt heel erg tof om te spelen hoor. Uh, om tegen te spelen. En zeker ook in de latere fase van de game. Wanneer je tegen de belangrijke characters ook uh, weet je, een aantal belangrijke characters het gaat opnemen. Dan, uh, dan, dan, dan schijnt deze game echt, uh, echt bijzonder. En ik, ik, ik moet zeggen, het, uh, nou, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik wil zeggen, maar ik wil, ik, dat wilde ik in ieder geval nog even gezegd hebben. Want ik wil nu wel even uh, na de, de, de punten de, van de kritiek gehaald hebben. Oh, dat wil is, ik, ik ook wel hier een petje gaan steken? Voordat we de loftrompet gaan afsteken, uh, ik, 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 ik had de moeite met, met voice acting en, en, en hmm. niet zozeer van uh, Atreus en, en, en uiteraard Christopher Judge, uh, uh, Kratos. Ik vond Odin. Oh, door... heel awesome. ja. Ja? oh, dat vond ja. ik heel vet. Dat vond ik helemaal... Is het niet omdat jij Marvel-characters... Ja, ik ik, ik ja. heb daar een heel... En die hebben ook een heel specifiek accent. En ja. een heel specifiek manier van praten. En voor mij... Dat is nu ingeprent. Dat, 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 dat zijn voor mij de Noorse goden... van hoe ze in ieder geval op die manier praten. En ik vond ze hier... Um, Want de voice acting aan zich is goed. Ik bedoel, het zijn goede stemacteurs en de deliverance is gewoon goed. Ik vind alleen dat stijltje van, van, van die Noorse goden, ik vond het niet zo cool. Hmm. Baldur vond ik bijvoorbeeld nog wel cool uh, in, in de vorige. Maar... Ik vond ze zo... Uh, nee, ik vond ze echt overtuigend, man. Ik vond ze, zeker Odin, die vond ik helemaal shy. Ja? Dat, dat is gewoon normaal. Nee, een soort ja, mafia. Ja, ja. Echt een mob -boss. Gewoon heel gewikst en sluw, doortrapt en... Ja. En, en ja, dat, 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 dat is allemaal waar. Maar ja, ik weet niet. Ik had, ik had er toch iets meer uh, Anthony Hopkins misschien verwacht. <laughs> <Ja, of zo, laughs> ja. Ik had ik het had af en toe met de, met de humor. Vooral met dat, hoe heet dat hoofd? wat hij aan zijn. Uh, uh, Meerdere. Ja, dat ik af en toe dacht: oké, okay, is hier wel een grapje nodig? Voor mij had het niet per se gehoeven nu. It, uh, nou, in deel 1 vond ik hem wel echt grappig. Maar nu is het nieuwe geitje natuurlijk ja. een beetje ervan af. Maar hij speelt wel integraal onderdeel. Ik had uh, ja, een, een klein dingetje wat ik wel gewoon een paar keer had: is dat ik, dat ik de atre Atreus uh, gewoon kwijt was dat ik hem nodig had en dat hij maar gewoon niet kwam en dat ik geen idee had dat ik, dat ik echt een uur ook rond het lopen was dat hij gewoon echt letterlijk nergens was. Mm -hmm. um, ik heb één keer gehad dat ik ergens binnen kwam lopen dat ik dat ik dat er gewoon niks gebeurde en dat ik dacht wat ben ik hier aan het doen. Oh, dus, dat... Oké, okay, dus ik was aan het zoeken, maar het bleek gewoon de de, 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 de cutscene werd gewoon niet getriggerd. Dus ik heb daar een uur zitten zoeken van oké, okay, maar wat willen ze dan Doe hier van me? Denk van aan me? mijn hele Infinite ervaring van dit weekend. Nee, ik ik heb geen van dat uh, gehad. Eigenlijk was de gameplay uh, vrij soepeltjes tot. Ik in één keer. Uh, is het. Ja, tot, tot ik in één keer gisteren uh, de update 2.0 kreeg. En um, om een of andere of reden. 2.1. Ja, het was 2.00 nog ja. wat allemaal uh, 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 een gek getal ook in ieder geval wat erachter stond. En um, die update was er. En ik wilde die update installeren. Um, dat kon niet. De, die update bleef de hele tijd crashen. Ja. En uh, ik denk, nou oké, okay, dan start ik de game op zonder te updaten. Want dat is wat hij vraag. Wil je updaten of wil je de game starten zonder te updaten? Nou, het single singleplayer game, fuck het dan maar. Start maar zonder update. Ja. Kan de game niet starten? Oké, okay, what the fuck? Nou, gedeinstalleerd, opnieuw geïnstalleerd. Save game weg. Oh jee, ja, dat was echt heel. Ja, nou, ik had er gelukkig geen last van, maar ik was al een heel eind voordat ik die update installeerde. Dus nou ja, blij dat ik daar in ieder geval geen last van heb gehad. Maar ik heb wel wat andere bugs. Atreus die achter een steen blijft lopen, waardoor hij niet verder komt, bijvoorbeeld je dat rennen. Of is dit de loftrompet trouwens? Nee, nee, nee. Laten we dit dan nog even. Even dit soort gekke bugjes. Michael Jackson, Moonwalker. De Moonwalker en dan vervolgens. Uh, eindigend in een Disappearing uh, Act uh, Houdini, <laughs> maar ja, weet je, dit soort dingen. Ik weet niet of ze inmiddels door de patch uh, weggewerkt zijn, maar ja, dat haalt je wel weer een beetje uit die, op, boep, ja. uit, die uh, uit die immersiveness. Weet je wel en dat is zonde, ja. want verder is deze game echt bijzonder gepolijst. Uh, ja, het is natuurlijk, het is een, een behoorlijk grote single-player game. Uh, wat, wat we al zeiden, als je gewoon een beetje door uh, jakkert, dan ben je er in een uur of uh, 20 à uh, 25 al uh, doorheen. Uh, maar ja, hier wil je toch zoveel mogelijk exploren en, en, en sidequests doen en dergelijke. Ik denk het wel. En, en ik denk dat het einde jaar dat ook redelijk toestaat voor, voor de meeste mensen, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ja, wat komt er nu? Ja, je hebt hier. Warzone 2 zullen veel mensen zich opstorten, maar ja, er zijn genoeg, zijn genoeg mensen die topliek, gewoon. Mensen, ja, dit zijn mensen die zich ja. gewoon een singleplay zich willen onderdompelen in een singleplayer avontuur. En dit, dit, oh, soort... dit? Ja, dit, dit gebeurde mij ook ineens. Huh? Ja, geen idee. Oh, dit heb ik nog niet gehad. Die ja. Ja. Hij zit in keer in het Berlijnse disco uh, met me. Zo. e ja, oh, op... Gelukkig had ik geen epilepsie heb. Met, 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 met een rookmachine erbij. Maar goed, okay. laten we dit ook snel wegdoen. Laten we naar de loftrompet gaan. Is het terecht dat alle games uh, als bange hondjes zijn weggerend voor deze. God of War Ragnarok. Ja, man, ik, ik vind het echt dat. Uh, wat ik zeg, ik vind uh, dit Sony's uh, ja, toch de beste IP die ze op dit moment hebben. Uh, gewoon waarbij vrijwel alles klopt en, mm -hmm. en alles goed in elkaar steekt. En uh, de, dat hebben ze met heel veel uh, IP's. De, de, die een bepaald trucje heel erg goed doen. En ik vind dit alomvattend de meest complete game. Uh, ja, ik ben het uh, daar wel uh, over eens. Uh, voor, voor dit jaar sowieso is dit het sterkste. Uh, waar Sony mee is gekomen. Uh, spreekt meer aan dan bijvoorbeeld een Horizon Forbidden West. Ja. Uh, voor mij wel, ja. Voor de meeste mensen, denk ik ook wel. Uh, het, het is toch wat. Het is wat rauwer, wat toegankelijker ook tegelijkertijd. Um, Ik had soms toch wel moeite hoor, met het, het ingebouwde van deze game. Het de vrijheid die Horizon me gaf tegenover. Zeker ook. Even... Maar niet iedereen wil die vrijheid hebben hè, in een nee. player avontuur. Uh, soms is gewoon compacter uh, beter. En... En, in, en in hoeverre is het de technische beperking? Hè? Dit is een, ja, is een andere keuze. engine natuurlijk dan, dan Horizon. En, en ja, misschien als ze groter gaan. Ja, maar kan het is kan dat me, niet op de voor PlayStation me wel een keuze, want als je het vergelijkt met de eerste, de, de originele PlayStation 2, God of Wars, dat was veel meer een platformer waar je ruimte in kwam. Dus ze zijn daar wel echt voor gegaan. En, en het doet heel veel goeds, want het, het cinematografische van dit, 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 is, dit is briljant. En het is altijd lastig om zo'n verhaal als het eerste verhaal, wat gewoon heel goed in elkaar zat, wat denk ik... Als je het qua games bekijkt, een van de best vertelde verhalen ooit is. Zeker. Om ik, dat op te volgen. Dat ik is... wil wat want ik vind het een hele vette game. En ik vind ook het verhaal best wel tof. Ik vond het verhaal van één beter. Nou ja, kijk, het verhaal van één liet natuurlijk nog de nodige losse eindjes. Uh, uh, zeg maar. mm. En uh, die worden nu voor een overgroot deel wel aan elkaar geknoopt. Want ja, mensen zitten op wraak. Uh, mensen komen op een gegeven moment op hun besluiten terug. En besluiten uh, degene die ze aanvankelijk zo haten te joinen, bijvoorbeeld. Ja. En de, ja, uiteindelijk komt dit wel in de tweede deel. Want hè, er is gezegd dat er geen derde deel gaat komen. Uh, komt er heel veel op een goede manier samen. Hier en daar wordt het niet altijd inderdaad op een even succesvolle en goede manier verteld. Maar ik vind dat de emotionele lading die deze game met zich meebrengt, toch ook wel weer. Uh, dat, dat zit ook wel weer goed, hoor. Oh, ja, dat is ook wat mij betreft niet veel minder of zo, hoor. Ik prefereerde gewoon uh, het verhaal van de eerste. Vond ik net wat, uh, vond ik net wat nicer. Um, ja, het, ik wou toch weer iets negatiefs aanhalen. <laughs> maar we uh, gooien er maar wat, uh, wat positiefs in, uh, Juwe. Nou, zeg het maar dan. Ja, voor, voor mij, enerzijds, weet je, dit is een fantastische game. Dus, en, en ik wil het ook niet beoordelen op wat het niet is. Maar toch hoop ik wel dat nu met God of War Ragnarok... we wel de allerlaatste cross-gen uh, game hebben gehad van PlayStation. Want jongens, PlayStation uh, die probeerde Xbox nog uh, behoorlijk uh, ja, voor lul te zetten... toen zij aankondigde, wij gaan uh, twee jaar lang nog steeds cross-gen games uitbrengen... En waar, uh, waar, waar Sony heel wijsneuzig goedkoop probeert te scoren, te zeggen: Oh, wij niet hoor, jongens, wij, uh, wij geloven in generaties. Nou, inmiddels is het uh, twee jaar staan er op de teller Die zijn echt voorbijgevlogen ook. PlayStation 5 zijn nog steeds niet te krijgen. En uh, de games zijn nog steeds cross-gen. En, en ja, dat maakt het geen slechte game. Het tegendeel, het is een fantastische game. Maar daardoor blijft bij mij toch nog wel steeds van: Wat als What dit nou als? Ja, ja. ja. ja toch? Ja, dat, 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 dat bleef regelmatig rondspoken in mijn hoofd wanneer ik weer merkte van. Hmm, uh, hier lijkt het een beetje tegen beperkingen aan te lopen of zo, weet je wel. De, 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 de PlayStation 5 is volgens mij tot meer in staat dan Absoluut. wat we te zien en te, te spelen krijgen. Uh, uh, los van grafisch nog, denk ik wel. Hè? Ja, 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 zeker. Ja, ja. Ook qua gameplay en ook qua omgevingen, interactiviteit. En, maar ook, uh, weet je, NPC's, noem het allemaal maar op. Maar het, 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 het ding is van, ja, waarom, waar, waarom zou je daarover denken als de game zo vet is? Nou, simpelweg omdat ik dan weet dat ik. ...minstens nog vier jaar moet wachten... ...voordat ik echt een next-gen of Egypte. van God of War... ...ja, bij wijze van, weet ja. je wel... ...voordat ik dat echt... ...en, en dat doet gewoon pijn... Dat, dat, je, ...dat je een PlayStation 5 al hebt... ...nou, over vier jaar is hij al zes jaar oud... ...en dan over zes jaar... ...heb je pas de eerste next-gen God of War... ...echt de next-gen... Dat, 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 dat wrijft een beetje voor mij. Ja, ja vlak voor de, voor de, voordat de PlayStation 6 dan uitkomt... en dan krijgen we een <laughs> ja, remastered tuurlijk. version op de PlayStation 6. Weet je, en dan gaan ze allemaal door, inderdaad. Ja, dat, is, dat is zonde. Aan de, aan de andere kant, laten we nou niet doen alsof het in een, een foei-lelijke game is. Nee nee nee. Nee, 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 nee. Zeker niet. Pra, sterker nog, het is ook gewoon een prachtige ge Alleen al, ja. los van de graphics, esthetisch is het zo, zit het zo goed in elkaar. Nou, maar de artstijl. En, ja. en de artstijl is gewoon zo ontzettend belangrijk. En, en dat zorgt er bijvoorbeeld ook... Kijk, hij is misschien uh, grafisch technisch niet indrukwekkend... Maar grafisch qua artstijl absoluut, weet je wel. En dat is bijvoorbeeld waarom sommige Nintendo games, zelfs op een Nintendo Switch, er prachtig uit kunnen zien. Omdat er gewoon een hele goede art direction bovenop zit. Nou, en dat zie je absoluut niet anders. Ja. ja. En dan dat ondersteund door echt uh, meer dan solide uh, combat mechanics, weet je wel. Wat, uh, wat, uh, wat uh, het ziet er ook af en toe echt zo spectaculair. Nou, af en toe, het ziet er, re het ziet er regelmatig super uh, gelikt en spectaculair uit. Plus. Um, maar, ja, dan ben ik het weer kwijt, Godverdorie. Maar, ja, zeg maar. Ja, is het niet een game die jij eigenlijk als, als vervent uh, moeilijke gamespeler op God mode wil spelen? Of ja, zou willen dat, spelen? Dat werd mij ook de hele tijd gezegd toen ik het aan het streamen was. Ik ja, denk dan niet dat je... de combat daar geraffineerd genoeg voor is. Dat is het ding. Weet je. Soms moet je ook gewoon een game kunnen waarderen voor wat het is en wat hij doet in een normal mode bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dit is geen Dark Souls en ik hoef niet alle games als dark souls te spelen. Dit is zo'n game die wil ik gewoon spelen, zoals die in principe bedoeld is door de makers. Uh, tuurlijk, voor wat meer uitdaging ga je naar uh, de hogere moeilijkheidsgraden. weet je wel. Maar ik had plus tijdgebrek, weet je, ja. druk. Ik heb een druk leven ook tegenwoordig. Maar uh, op een gegeven moment, normal. Is het gewoon the way to go. Ik heb voldoende uitdaging. Ik kan rustig het verhaal volgen. Ik kan rustig exploreren en zo. en, dan, en als die combat dan gewoon lekker goed aanvoelt. Packs a punch, weet je wel? Je, je voelt echt de impact van je van je ex en van je van je uh, van je blade ja, en dergelijke. Dat hebben ze heel goed gedaan inderdaad. Nou, dat, dat terugkrijgen van je van je ex blijft ja, dat is gewoon weinig meer en is. Dat is zo, zo fijn hoe ze dat hebben gedaan. Ja, ja, ja dat voel je ook wel. Even, ja. even, even die trilling op het moment dat je dat de ex weer terug in je handen komt. Ja, dat, dat is allemaal zo lekker uitgewerkt, weet je wel. Wat dat betreft, ja, is het ook weer een genot om hier uh, enkele tientallen uren, uh, ja, gewoon je in te verdiepen, gewoon echt helemaal in op te gaan. Ja, nee, ik, uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat deze review ook geldt voor per se-eigenaar. Ik denk dat, uh, dat die over een jaartje wel aan de slag mogen gaan ja, met deze, op, natuurlijk. Ja? ja, ze hebben het nu gezegd: in ieder geval bij Sony, uh, we gaan dit soort grote releases willen we minimaal een jaar uh, exclusief houden voor PlayStation de console. En dan mag het de PlayStation PC bewijzen van. Nou, als ze we dat wil zeggen, dan kan ik ervan uitgaan ik, dat die na een jaar... Ik denk oh, dat je hier over een jaar toch weer zit om het over de God of War PC versie. Hé, hey, geen enkel probleem, man. Want ik, ik speel op dit moment, en dat, dat heb ik expres even gedaan... voordat ik met God of War Ragnarok aan de slag ging. Gewoon simpelweg, ik wilde weer heel even up-to-date zijn met het verhaal. Trouwens, als je niet de volledige God of War opnieuw wil uitspelen... het is geen straf hoor, maar dan kan je alsnog een, uh, een recap van tevoren gaan volgen. Maar ik speelde dus de, de, de PC-versie. En heel eerlijk man, die ziet er net zo, nou, niet net zo mooi uit... maar bijna net zo mooi uit als deze, weet je wel. En sterker nog, ik heb, uh, ik heb ook nog heel even de, 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 de PlayStation 4-versie... van de eerste God of War op PlayStation 5 gecheckt... want die is ook in 60 frames per seconde. Ja, de, 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 de grafische jump is niet heel erg groot. Nee, nee dit is het. Uh, ik, ik, ga, ik ga een beetje afsluiten voor mezelf met het uh, Riedeltje, wat ik eigenlijk de afgelopen week tijdens mijn stream elke keer gewoon heb opgedreund. God of War Ragnarok is meer van hetzelfde, maar is meer van hetzelfde een slecht iets wanneer je voorganger on, een ontzettend goede game was. Tot op zeker. Nou, nou, eigenlijk. Niet. Kijk, als dit de vijfde variant zou zijn van deze ja. insteek. Weet je, dan zou... het, het is pas de tweede natuurlijk. Precies, en, ja. uh, weet je, dus nee, wat dat betreft hele, nee, helemaal prima dat, dat dit voortborduurt op dat fantastische origineel. Uh, had ik iets meer vernieuwing willen zien, ja, ja, ja. Maar ben ik tevreden met wat ik gekregen heb? Uiteraard, tuurlijk. Want ook dit is weer een game van. Behoorlijk nee, extreem hoogstaand niveau. Dit is Triple Dit ademt in alles vanuit Al, vanuit al zijn Triple Dit is shit waarvoor je een PlayStation koopt. Precies. Weet je, los van de, de, de PC. Want PC is een heel, hele andere markt. Er zitten hele andere prijzen bij. Maar dit, zijn, dit, dit is voor gamers een reden om een PlayStation te kopen. Dit is Top of, uh, weet je, topnotch, uh, <truh> Ik kom niet eens meer uit mijn fucking woorden. Maar gewoon de kerst op de taart van, van alle topgames. Ja. En toch waren de games. Er waren veel gamers. Nou, veel. Er waren ook gamers die niet helemaal in God of War 1 konden komen. Ga jij dan wel in Ragnarok komen? Ik denk het nee, niet. Als, als dat eerste deel je niet al heel erg aantrok vanwege de pacing of wat dan ook, de, de mix met tussen combat exploration en puzzels en dergelijke met het verhaal. Als dat niet helemaal je ding was, dan gaat Ragnarok ook niet jouw ding zijn. En dat is oké, okay, want niet alle games hoeven voor iedereen te zijn. Maar ja, weet je, ik, ik, dit is niet eens een fan van het genre ding, maar gewoon als jij gewoon naar hard ging op, het, op, op de voorganger van 2018, ja, dan is dit gewoon sowieso ook een must buy. Dit is een, moet je, die moet je in je collectie hebben, toch? Ook als je het niet hebt gespeeld, man. Uh, en, en je gaat voor het eerst aan een Golden War beginnen. Ik zou je zeker aanraden om de 2018 versie versie eerst op te pikken. Ik bedoel, volgens mij zit hij al in PlayStation Library. PlayStation twee uh, versie ook wel. Hè? Wat zeg je? PlayStation 2 versie kan je ook nog wel een keer proberen. Ja, ik heb het gevoel dat die iets verouderd gaat voelen, just... maar. Uh, maar voor, de, wie voor weet. de context is het ook yeah. wel gewoon lekker om te weten van, oké, okay, hoe liggen de verhoudingen en waarom? Uh, waarom hebben deze mensen zo'n uh, scheidshekel aan elkaar? En wat is dat? Ja, weet je, ik bedoel, uh, Ragnarok laten we dan nou even. Uh, dat hebben we nog niet eens besproken. Dat wil je in het begin. Wilde je in het begin? Ragnarok is gewoon die end of the world, weet je mm -hmm. En uh, dus. Dat komt, zit eraan te komen. En uh, daar storen sommige mensen zich ook aan. En die willen ervoor zorgen dat dat ook niet gebeurt. En anderen weer wel. En, ja, er is in ieder geval genoeg te, te, te volgen, te zien, te beleven en te doen in, in dit tweede deel. En ja, nee, los van de, de kritiekpuntjes kritiek die we hier in de afgelopen drie kwartieren hebben neergelegd... kun je je afvragen van, hè? Ja, maar als je zoveel kritiek, kritiek hebt, hoe kan het dan uh, zo'n fantastische game zijn? Ja, omdat uiteindelijk, weet je wel, al die kleine puntjes... Toen en uh, niet eigenlijk hoor. We houden nee. van die shit. Dus we pikken het apart. Maar het, weet je, dit is Sony is al echt hard bezig vind ik met de first party line-up uh, sinds de release van de PlayStation 5. Los van het cross-gen. Misschien een beetje een dingetje is wat mij betreft. Maar dit is de best, uh, beste PlayStation 5 game tot nu toe.